Ik denk dat we 3/4 van de wedstrijd onder controle hadden. Misschien het laatste kwartier niet. Ze hebben een paar kansen kunnen creëren. Ze zijn teruggekomen tot 2-1. Toen begon er misschien wat schrik in de ploeg te komen. Maar Leander heeft ons dan bevrijd met zijn kopbaldoelpunt. En ja, dat was wel de matchbal, hè, die het doelpunt van Leander. Ja, het was zoeken, omdat zij vrij verdedigend speelde. Veel man achter de bal. Dus het was niet altijd gemakkelijk om de openingen te vinden. Maar ik denk, je moet dan geduldig blijven en op zoek gaan naar die ene kans. En, ja, gelukkig scoren we ook net voor rust, ideaal moment om te scoren. En, ik denk dat ons wel een beetje geholpen heeft tweede helft. Het is al lang geleden dat ik nog een keer een deftig match gespeeld heb. Dus direct een play-off wedstrijd. Fysisch, op het laatste had het misschien een beetje moeilijk. Dus je staat ook met 3 van achter, niet met 4. Dus je moet wel heel veel schuiven en heel veel werken. En, heel veel opletten ook. En ik denk dat we het op een paar kansen na niet slecht gedaan hebben. Ik denk dat we 3 kansen weggegeven hebben. Dus we mogen wel terugblikken op een goede wedstrijd. We hebben tegen elkaar gezegd. Het is heel triestig wat er gebeurd is. En, we zeiden tegen elkaar dat we moesten winnen voor Theo en voor zijn familie. Ik denk dat iedereen ervoor is gegaan, voor hem. En ik denk dat hem dat wel een beetje steun zal brengen. Ja, ik denk dat we een grote stap hebben gezet voor plaats 2. Dus als we denk ik onze thuiswedstrijden kunnen winnen, dan zijn we zeker van plaats 2. Maar wie weet, hè? Wie weet kunnen we het, als we volgende week kunnen stunten, dat we het Brugge nog een beetje moeilijk kunnen maken. Dan gaan we alles aan doen. En, maar we gaan zeker niet het woord titel uitspreken, nee, absoluut niet. Maar we gaan gewoon proberen volgende week Brugge nog een beetje moeilijk maken.